Robin en Selene, we gaan nu het spel You or Me spelen. Dus ik zal zo 10 vragen aan jullie stellen en jullie geven aan per vraag welke persoon jullie het meest van toepassing vinden. Nou, de eerste vraag. Wie is harder? Als we deze fout hebben. Good one! Wie heeft de slechtste muzieksmaak? 100%. Nou, dat vind jij. Ja, jij dus ook, blijkbaar, want we hadden het goed. Ik vind mijn gewoon best wel prima, maar oké. Okay. Lontje. Good one. Oké. Okay. Betere humor. Wie heeft de betere humor? Heb je al iets gezegd? Tuurlijk. Oh. Ja, precies. Oh. Ja, echt slechte humor, zie je dat? Dat je jezelf noemt. Ja, nee. Waarheid. Wie is het meest ijdel? Meest ijdel? Nou. Good one. Het is meer omdat jij het. Ja, precies. Wie is, niet het minst ijdel? Ja, precies. Ik. Kom mooi uit. Wie kan het slechtst tegen zijn verlies bij een spelletje? Good one. Toen ik zei slechts verliezen, een spelletje hoeft hij niet eens te zeggen. Nee, oh, slechts verliezen. Slechts verliezen, ja, ik. Ja, geef toe. Wie heeft de betere techniek? De betere techniek? Oeh. Ja, dat ligt er met jou. Maar. Good one. Aardig, hè? Ja, dat komt vooral omdat je altijd tegen jezelf zegt, ik heb geen goede techniek. Dus ik dacht, nou, oké, neem ik hem wel. Ja, maar ik denk ook oprecht. Ja, je hebt een betere specialtechniek gehad. Ja, precies. Wie komt vaker te laat? Good one. Hebben we er pas één fout? En dat was gewoon die ene met, ja, met de beste met de humor. Ja, ja, ja. Oké, nice. Ik kom er echt goed uit ook. Nou. Jezus. Ja. Wie heeft de meeste landen in de wereld gezien? Good one. Puur denk ik omdat ik gewoon ouder ben. Nou, vooral omdat je je vakantiebestemming ergens kiest en waar nooit iemand komt. Nou, dat is helemaal niet waar. Ja. Wie kan er beter dansen? Good one. Ah, wat goed. Yes! Bedankt. Alsjeblieft. Ja. Dankjewel, dat was hem. Nou.